Dit is Lina Lachette, vierdejaars op het Broekland College in Hoensbroek. Dit jaar doet ze eindexamen VMBO. Nou, mijn goede vak zijn dan ook echt de talen, vooral Duits en Engels. En daar wil ik later ook iets mee gaan doen. Ik wil docent worden in die twee talen. De weg daarnaartoe is voor Lina echter nog lang. Om haar droom te verwezenlijken heeft ze minimaal een vooropleiding HAVO nodig. Als het aan de plannen van de VO-raad ligt, is dat verleden tijd. Met een maatdiploma Engels en Duits op HAVO-niveau zou ze door moeten kunnen stromen naar een HBO-opleiding. Ja, je hebt toch een speling, ja, HAVO, dat valt dan al weg. En je kunt meteen door naar het HBO. Of je moet al nog het MBO gaan doen, maar dat is dan ook weer 3 jaar. Ook de onderwijsinstellingen reageren positief op de plannen voor een diploma op maat. Ik denk als kinderen daar inderdaad een diploma kunnen halen op een iets hoger niveau voor een bepaald vak, kunnen ze beter doorstromen. Dat is ook zoals we op school werken. We proberen het niveau van de leerling in school zoveel mogelijk aan te passen op maat, gericht op die leerling. En dat doen we op verschillende manieren. En op deze wijze komt dat talent van die leerling volledig tot zijn recht, ook in een diplomering. Het is ook zo dat we op deze wijze met de samenwerking tussen scholen mogelijkerwijs verplaatsing van leerlingen kunnen voorkomen. Toch kent het systeem ook haken en ogen. Zo zal ook het vervolgonderwijs zich moeten aanpassen, want een niveauverschil blijft er toch. Als de kernvakken dan niet op één niveau zijn en dat je dus bijvoorbeeld dadelijk bij een vervolgopleiding waar je toch Engels bijvoorbeeld ook krijgt en je hebt dat niet op dat niveau gehad, dat je daar dan de mist mee in gaat. Voor Lina Lachette komen de plannen te laat. Zij zal eerst nog via een omweg haar doel moeten bereiken. Nou, als het dit jaar al geweest was, dan was het inderdaad heel erg fijn geweest. Dat ik meteen naar het HBO kon doorstromen. Zeg het eerst MBO doen en daarna nog eens een keer het HBO? HBO, ja. Dus dan ben ik nog even wel 7 jaar verder.